Ja, minister aan tafel. Volgende vraag. Waarom fietst een student eigenlijk nog naar een universiteitszaal als hij ook online les kan krijgen en, als hij dat wil, zelfs van de beste professoren die er zijn? Maar eerst even kijken naar wat colleges online. Wij zijn zelf erg van de colleges. Wij hebben er bijna een university voor opgericht. Ik zeg het veel te duur, hoor. Maar met Robert Dijkgraaf onder andere. Bent u bij geweest vorig jaar. En er zijn andere initiatieven, bijvoorbeeld dat van Alexander. Zo ziet het er tot nu toe uit. Krijg je nog helemaal geen punten voor. Dat gaat dus veranderen. Maar dit is er allemaal al. Laten we even kijken. Waarom worden we gefrituurd en bevroren als de zon sterft? Een inspirerend plaatje hoe lang we onze kwetsbare aarde nog heel zullen houden. This is not only a problem in developing countries. About half of all pregnancies are unintended. Dit is onze representatie van hoe zo'n wereld eruit ziet. Einstein kon hier niet tegen. Hij noemde dit spooky. The doors to the past, unless we have a TARDIS, but here to be firmly closed. 1-0. Thank you so much. Thank you. Ja, die Walter Lewin die we zagen in dat kleurrijke vest is bijna een popster in Amerika. Hè? Omdat hij zoveel bekeken wordt met die colleges die hij daar doet. Alexander, ik ga nu naar jou, want jij hebt die universiteit bedacht. Universiteit online. Colleges in een club in Amsterdam, dat zijn bijna popconcerten. Zo enthousiast is men daar. En dan wordt er online verder gekeken. Jij wist dat dit eraan ging komen, uiteraard. Nou ja, kijk, ik heb heel lang me afgevraagd waarom het zo is dat goede colleges van echt gepassioneerde professoren, waarom dat blijft hangen in zo'n kleine collegezaal. Dus ik dacht, ik kan wel gaan wachten tot de universiteiten dat doen, maar dit zijn niet de snelste organisaties op aarde. Dus ik dacht, we gaan het gewoon zelf doen. We hebben een club inderdaad in Amsterdam. Daar staan nu iedere 4 keer per maand staat daar nu een rij voor de deur. Normaal om te dansen, maar nu voor een hoogleraar. Dat is, iedere week zijn er dus online. Elke werkdag komt er een nieuw hoorcollege online. Van elementaire deeltjesfysica tot Ralf Weijers hadden we gisteren. Die doet sterrenkunde. En die hadden met zo'n passie voor hun vakgebied. Dat je bijna zin krijgt om het te gaan studeren ervan. Dus ik dacht, dat is zo vet, dat moeten we opnemen en online zetten. Dus dat doen Tuurlijk, dat is ook de techniek. En tot nu toe kan iedereen, dan kunnen wij daar ook kennis van nemen. Allang afgestudeerd of nooit gestudeerd. Ik weet, dat zullen blijft even, allemaal. Zullen we even, romantici als we zijn, bent u ook volgens mij, even afscheid nemen van dat oude hoorcollege. Ja. Gewoon oude beelden zoals het vroeger ging. Een professor, niet al te flamboyant, die dan een les, die dan iets vertelt. Nee, maar een hele grote kijken. Zaal en studenten die er een beetje bij zitten. Ja, dan kom maar, laten we even kijken. Wat gebeurt er? Er is een meneer. En die maakt natuurlijk toch te veel tarwe. Hè? Kijk eens, als iedereen zich houdt aan die regeling, dan ben jij natuurlijk een geweldige, fijne vent wanneer jij je eraan kan onttrekken. Hè? Want als iedereen zich eraan houdt, dan blijven die prijzen hoog. En als één vent een beetje te veel maakt, nou, dan maakt hij te veel voor die hoge prijzen. Hè? Dat is natuurlijk een geweldig voordeel. Ja, Alexander, hier nemen we afscheid van. Dat hebben we ook al dankzij jouw universiteit gedaan. We gaan er nu punten voor krijgen. Ja. We kunnen nu bijna afstuderen, niet eens theoretisch, bijna praktisch, bij de beste hoogleraren ter wereld. Ja, fantastisch toch? Ja. Ja. En het werd hoog tijd ook, of niet? Nou, ik denk, kijk, deze revolutie met die MOOCs, Massive Open Online Courses, die revolutie is ontstaan in Silicon Valley. We zijn een beetje romanticus natuurlijk over dat gebied, maar dit zijn 2 start-ups geweest die hebben gedacht, oké, we gaan met heel veel venture capital van investeerders gaan we kijken of we zo'n college online kunnen trekken. Kijken wat er gebeurt als je als goede hoogleraar en online discussieboards en gewoon met webcams met elkaar interacteren. Hoe ver kan het nou het echte hoorcollege vervangen? En er bleken 100.000 studenten zich voor aan te melden voor een college van de eerste. Dus toen gebeurde er wat. Er werd een zaadje geplant. Wel. Ja, tuurlijk. Als je eerstejaars bent en je gaat op kamers, hoe fijn is het dan dat je lekker vanuit je bed dat college dat, kan doen? Dat is maar, één, maar ook. Is dat nou ook echt goed? Ik ook, vraag het me af. Kun je dan de hele tijd de aandacht bij dat college houden? Nou, ik denk wat er gaat gebeuren is, die universiteiten zijn wakker geschud. Eindelijk. Na heel veel tijd, want weet je, het was collegezalen zoals we zagen, kleine zalen. En er is niet heel veel veranderd. Die zijn nog steeds net zo groot als 100 jaar geleden. En ik denk wat er nu gaat gebeuren is dat nu het online gaat, dat er bijvoorbeeld ook heel veel data verzameld gaat worden. Amazon weet precies dat ik een product aanklik, dan zegt hij, je vindt misschien dit en dit en dit ook wel leuk. Terwijl, als ik niet weet wat ik wil gaan studeren, dan is niemand die mij echt daarmee kan helpen aan de hand van mijn gedrag.
Ik zou wel willen dat mijn universiteit kan zeggen, weet je, je doet dit en dit en dit, je bent hier supergoed in. We merken dat aan het einde van de les jij een beetje inzakt. Dus we gaan de les wat korter maken voor jou. Misschien is dit ding een beetje ingewikkeld voor je, dus gaan we langer bij stilstaan. Wacht even, deze hoogleraar in het college geschiedenis, die vertelt over Griekse mythologie, die gaat daarheen. We gaan nu naar een instart kijken van 6 minuten waar die hoogleraar heen gaat. Misschien als je Erik Scherder zou naar de afdeling kunnen gaan om met Alzheimer patiënten in hun ogen te kunnen kijken, te laten zien wat er gebeurt. Ja. Op het moment dat je het kan schalen en data kan verzamelen, om te kijken, als je in mijn hart kijkt hoe ik zou willen dat het onderwijs zou zijn, hè? Dan is het uiteindelijk voor iedereen persoonlijk. En wordt het helemaal aan jou aangepast. En wordt zelfs het testen afhankelijk gemaakt van jou. En dan heb je misschien niet meer een 3-jarige Ik vraag even aan de minister of ze dit kan bevestigen. Ja. Kunt u dit bevestigen? Dat wil ik. Is dit de toekomst? Dat het veel meer aangepast wordt aan individuele studenten. Mm-hmm. En dat het veel meer plaats en tijd onafhankelijk wordt voor een deel. Dus voor mij part uit bed maakt niet uit. Maar tegelijkertijd weten we wel dat die studenten ook nog gewoon met andere studenten en een docent moeten praten. Dus we blijven wel voorwaarden stellen. Je moet wel af en toe komen. En dan krijg je meer variatie en meer kwaliteit en meer internationale Wanneer uitdagingen. Wanneer gaan we punten krijgen? Gaan de studenten, aspirantstudenten, punten krijgen voor de colleges? Wat mij betreft gaat dat nu heel snel gebeuren. Volgende week? Dan hebben we wel, volgende maand? Nou ja, drie laten maanden. We zeggen over een half jaar of een jaar moeten we ja, kijken. Ja, zo'n half jaar Want afspreken. We moeten wel. Ja, is goed. Is goed. We zijn romantisch en ambitieus. Precies. Heel goed. Dus zo snel mogelijk. En dan krijg je die punten voor wat je daar gezien hebt. En degene die punten niet krijgen, dat vind ik ook zo mooi, die kunnen allemaal kijken. Wij kunnen allemaal kijken. Ook als je werkt, kan je het veel meer combineren met een studie. Degene die nooit in de gelegenheid zijn om kennis te nemen van de wetenschap, die kunnen naar kijken. Dus het is breder dan alleen die groep studenten. Ik zeg wel eens, eigenlijk is het de verheffing in optima forma, toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis voor iedereen. Die kant gaan we op. Laten deze cerebrale woorden de laatste zijn. Mooi. Dank jullie zeer. Dank.